Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik graag samen met jullie dit bedankkaartje maken. En dit bedankkaartje heb ik gemaakt omdat ik gisteren een oproepje heb gezien van Kelly en Helene om mensen in de vitale beroepen te bedanken, maar ook de mensen die juist in deze moeilijke tijden even wat extra aandacht nodig hebben. En ik wil heel graag met deze beweging, ja, hoe wil je het noemen, meedoen. En ik wil heel graag mensen die ik lief vind om me heen een kaartje sturen, maar ik wil ook kaartjes sturen naar mensen om ze te bedanken. En ik dacht, waarom maak ik niet samen met jullie een kaartje? Dit kaartje heb ik gemaakt met een nieuwe stempelset Bedanken in Stijl. Dat is een Nederlandse set en deze komt eraan in april. Beslis je nu om een starterspakket te bestellen nog in maart, dan kun je hem wel meebestellen, want de demo's mochten hem al aanschaffen. Bij de stempelset zit ook prachtige stansen. En die zal ik jullie later nog laten zien. Maar op deze kaart zie je ook een achtergrondje DSP. En dat is een van de motieven van dit prachtige DSP. Ik kijk even naast me om te kijken hoe het heet. Het heet Flowering Foils Specialty Designer Series Paper. En dit papier kun je gratis uitkiezen bij een bestelling van €60 tijdens de celebration en zolang het er is. En zoals je kunt zien zit er een prachtige glans op. Hier is het koper met zilver. Deze is zilver. Deze is helemaal koper. En deze is ook koper en zilver. En hij is aan één kant bedrukt, maar hij is echt prachtig. Dus laten we snel beginnen. Voor het volgende kaartje heb ik een ander motiefje genomen uit de set. Of uit het DSP-pak. En ik pak er even een kladblaadje onder. Ik dacht er eentje in Lovely Lipstick te maken. Een van de inkolors. En ik gebruik hier mijn sponge sprayer. Deze heb ik nog niet heel veel gebruikt. Ik ben er nog een beetje mee aan het oefenen. Maar ja, daarmee kan ik ook aangeven hoe makkelijk het eigenlijk is om deze te gebruiken. Ze kosten €9,50, zijn bij mij te bestellen. En dan krijg je 2 van deze houdertjes en 4 van die sponsjes. Voor de blauwe kaart heb ik deze gebruikt, maar deze kun je ook weer gewoon gebruiken van een andere kleur. Als je maar goed voor zorgt dat de kleur er helemaal af is. Om deze te gebruiken, ik maak even een beetje plek. Haal ik mijn spons over mijn inkpad heen en dat doe ik elke keer dezelfde kant op. Dus nu haal ik hem naar me toe en dat doe ik dan constant. Maar je zou, als je dat fijner vindt, hem ook van je af kunnen duwen. Maar dan moet je dat blijven doen. Als je heen en weer haalt, dan beïnkt je eigenlijk maar één kant van je rolletje. En daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. En als ik genoeg inkt erop heb zitten, dan ga ik gewoon heen en weer. In de eerste instantie ook elke keer dezelfde kant op. Het Lovely Lipstick is echt wel super fel van kleur. En ik begin gewoon elke keer bovenaan. En ga zo langzamerhand naar beneden. Moet ik wel het papiertje vasthouden. Maar ik probeer eigenlijk voor te zorgen dat mijn vingers niet helemaal roze worden. Maar ik ben bang dat dat niet helemaal gaat lukken. Ik pak nog wat nieuwe inkt erbij en ik begin weer bovenaan en ga langzaam naar beneden. Zo. En je ziet al een beetje dat ombre effect verschijnen. En ik ga eigenlijk net zo lang door totdat ik denk van zo wil ik het hebben. En ik doe eigenlijk haast niet op mijn sponsje. Het is gewoon echt eroverheen halen. Zo. Ik denk dat ik hem nog ietsje donkerder wil. Dus ik doe het nog één keertje.
Oh, moet ik het papiertje wel vasthouden. Zo, en zoals je ziet maakt het niet uit of je van boven naar beneden gaat of beneden naar boven. Als je maar wel elke keer dezelfde kant aanhoudt. Zo, en dan is mijn onderste papiertje klaar. En wil je deze schoonmaken, blijf dan net zo lang rollen totdat hij leeg is. Of spoel hem eventjes af onder de kraan. Dat kan ook prima. Laat je hem drogen en dan is hij weer prima te gebruiken. Omdat er een glansje op het papier zit, pak ik even een papieren zakdoekje. En ik wrijf er overheen om het restant inkt van de bloemen zelf af te halen. Dus van het glimmende gedeelte. Dit kun je ook laten drogen, maar ik vind het mooi als het dan weer extra gaat glimmen. Dan gooi ik die even opzij. Dan heb ik een basiskaart van 29 cm bij 10,5 cm en deze heb ik gerild op 14,5 cm. En daar ga ik het papiertje bovenop plakken. Het kan zijn dat je kinderen op de achtergrond hoort. De buurkinderen zijn lekker trampoline aan het springen met z'n tweeën. Ook zij zitten thuis vanwege dat de scholen gesloten zijn. En ja, ik ben alleen maar blij voor ze dat ze lekker buiten kunnen spelen. Op hun eigen trampoline in de tuin. Maar het kan dus zijn dat je af en toe wat geluid hoort. Want ze hebben plezier. En gelukkig maar. Zo. En dan pak ik een restant stukje Whisper White. Ik heb de stempel dankjewel genomen. En ik maak hem eventjes schoon op mijn chamois. Ook voor de zekerheid. Ik zie dat er een klein papiertje op zit van mijn kaartje net. Dan pak ik nog één keer mijn Lovely Lipstick. En hiermee stempel ik het dankjewel aan de onderkant van het papiertje. En het kan trouwens ook zijn dat je geluid van binnenshuis hoort. Want we zijn volledig met z'n allen thuis. Super gezellig, maar we zoeken allemaal ons eigen plek op. En ik maak hem even schoon op mijn chamois. De chamois die wordt altijd vies, maar dat geeft helemaal niks. Want de inkt blijft gewoon prima op achter. Dan pak ik mijn papercutter. Deze kun je eigenlijk alleen maar ontvangen in je starterspakket. Dus beslis je om tijdens de Celebration demo te worden. Dan ontvang je deze er gratis bij met een sample van DSP. Superleuk en superhandig. Dan heb ik met de stansen die ik je net liet zien, de Ornate Borders dies. Met deze die heb ik alvast een randje uitgestanst uit het Lovely Lipstick cardstock. En deze plak ik onder het woord dankjewel. Het is handiger denk ik om hier een beetje lijm aan te brengen. Dan kan ik een beetje schuiven ermee. Zo. En die plak ik dan precies hier. Ik probeer een beetje met die boogjes rekening te houden. Dat ze aan beide kanten ongeveer hetzelfde zijn. En dat is mijn afwijking hoor. Als je daar je niks van aantrekt, is het ook helemaal prima. Zo. En dan neem ik dimensionals. En ik heb eigenlijk alleen nog maar een klein sliertje over, maar dat is geen enkel probleem. Dat komt goed uit. Dat is het randje van de grote dimensionals. Dan kan ik die er lekker op plakken. Dus dat kun je helemaal opgebruiken. En dan plak ik hem zo hier op mijn kaart. En dan is mijn kaartje klaar. Ik ga nog even bedenken naar wie ik deze kaarten ga sturen. Maar er zijn genoeg mensen
aan wie ik dankjewel wil zeggen, vooral in deze zware tijden. Ken jij nou ook iemand die je graag een kaartje wil sturen, of een van mijn kaartjes wil sturen? Laat me dit dan in een reactie hieronder weten. En ik zal een aantal mensen uitzoeken aan wie ik een kaartje stuur. En dan stuur ik je even een berichtje voor de adresgegevens. Wil je nou deze producten? De achtergrond DSP kun je uitkiezen bij een bestelling van 60 euro. En het dankjewel, de bedankenisstijlstempelset, die komt vanaf april in de verkoop. Tenzij je nu je starterspakket bestelt, dan kun je hem in je starterspakket toevoegen. Dit was het voor vandaag en ik zie je heel graag een volgende keer weer. Doei!